Want we hebben een hartstikke mooi plan namelijk bedacht, hypothetisch, maar dat plan valt in duigen. Op dat moment gaan jullie elkaar opzoeken in de koers. Vandaag zijn we in Dordrecht bij een trainingskoers. De meeste van onze renners doen mee. En eigenlijk is de vraag, waarom trainen ze vandaag niet gewoon, maar rijden we een wedstrijd, een trainingswedstrijd. Een trainingskoers is de uitgelezen kans om wat wedstrijdsnelheid op te doen. Maar hoe werkt een trainingskoers nou precies? Als jij een licentie hebt, dan zou je mee kunnen doen. Er zijn hier clubrenners, er zijn continentale renners, het rijdt allemaal een beetje door elkaar. Maar ook meesterknechten, daglicentie aanvragen en dan mag je gewoon met deze trainingskoers meerijden. Doen, meesterknechten. Kun je op de site van de KMU kun je dit allemaal zien waar die wedstrijden worden gereden. Word je gewoon lid van het Tour de Tietema Cycling Team. We zijn aangemeld bij de KMU. En dan kan je gewoon, als je een keer zin hebt, gelukkig zulke wedstrijdjes gaan rijden. Maar voor je gaat meedoen, waar moet je allemaal aan denken bij een trainingswedstrijd? Veel van deze jongens die trainen al voordat ze het trainingswedstrijdje gaan rijden. Dus die maken al wat kilometers voordat ze hier aan het vertrek staan. En dan is het wel zaak dat je je voeding goed op orde hebt. En ook in het koersje zelf kun je wel af en toe wat gebruiken en nemen ze dat wel mee. Bij ons ploeg heb ik dat niet meegemaakt, maar ik heb wel ervaring dat renners vergaten een bandje mee te nemen bijvoorbeeld. En dan stonden ze ineens lek. Op het moment dat ze hun fiets wilden pakken en hun rugnummer hadden opgespeld. Dat soort dingen. Ja, dat is leuk, met z'n allen voorop rijden. Maar is zo'n trainingskoers dan wel een beetje een afspiegeling van een echte wedstrijd? Het is maar net hoe je het, met wat voor doel je aan het trainingswedstrijdje begint. En de renners hebben veelal wisselende doelen daarin. Sommige renners die willen een aantal dingen uittesten, kijken hoe ze ervoor staan. Anderen willen hem echt proberen te winnen. Soms wordt er ook een klassement gekoppeld aan die trainingswedstrijdjes. Dan vinden renners dat ook belangrijk. Dus er zijn wel heel veel verschillende doelen waarmee renners aan het vertrek staan. Hele andere doelen dus dan een echte wedstrijd. Maar wat trainen we dan vandaag bij een trainingskoers? We zijn wel belangrijk in die zin dat we intensieve trainingen toch ook wel nodig hebben. En dan is een trainingskoersje wel een van die intensieve trainingen. Wedstrijdomstandigheden nabootsen, bijvoorbeeld een blok te gaan rijden op kop van het peloton of dat soort dingen. Dat maakt het ook wel weer leuk om soms op die manier iets uit te proberen. Maar het laat je gewoon even nadenken, waar sta ik, wat moet ik nog doen, moet ik rust of moet ik nog een tandje bij? Er zijn gewoon heel veel dingen waarbij je een renner geconfronteerd wordt om over na te gaan denken. Eigenlijk is het dus veel minder het echte doel om te winnen. Maar hoe win je de trainingskoers? Ik denk dat als je in een peloton rijdt, dat de kans altijd nog wel wat groter is dat je verliest dan dat je wint. Maar je kunt wel heel goed zien hoe je ervoor staat ten opzichte van de concurrentie. Ik denk dat dat wel een van de belangrijkste dingen is. Nog 2 rondes, gedubbelde renners, laatste ronde. Dat zie je nu ook hier bij onze jongens. We rijden nu voor het eerst met de hele ploeg in één koers. En dan is het even kijken van hoe staat iedereen ervoor? Hoe kan ik iemand even testen? Dat zie je wel terug. Elke beweging die je maakt, ook tactisch, heeft een heel grote impact, zeg maar. Dus je ziet ook een renner die zichzelf buitenspel zet, doordat een andere renner een beslissing maakt. Jentel bijvoorbeeld, die zit nog met 2 renners. En die heeft gewoon gezien dat een ploegmaatje demareert. Ik blijf zitten en in één keer zit hij met 3, op dit moment 2 zwakkere renners en dan zet hij zichzelf buitenspel. Als je een strijdplan bedenkt, is ook een stress. We willen ze stressvrij laten rijden. Voor de Ster van Zwolle bedenken we van tevoren een strijdplan. Meerdere eigenlijk. Zodat ze flexibel in zijn om te kunnen kiezen tijdens de koers. Dat hebben we niet gedaan, dus ze staan heel vrij aan de start. Maar vlak voor de start kregen ze toch 1 opdracht. Gaat onderweg iets bedenken. En waarom? Wanneer je een paar plannen hebt bedacht en die werken niet, moet je ter plekke nieuwe gaan bedenken. En dat hebben ze vandaag gedaan. Ik ken hun strijdplan niet, maar hebben ze net bedacht. De eerste wedstrijd, dat is toch altijd even bloedspugen. Het is sowieso heel goed om te doen voor volgende week. Anders heb je dit, zeg maar, volgende week. Dan heb je al een keertje bloed geproefd en dan volgende week is het net wat minder. Vond je dit nou een leuke video? Duimpje, subscriben, de hele mikmak en laat even weten wat jouw leukste wedstrijdverhaal is. Doei!